Voorzitter, met betrekking tot de financiële crisis. Zoals u inmiddels bekend, hebben wij bij het aantreden van deze regering een economie overgenomen die in zeer slechte financiële omstandigheden verkeert. Met hoge interne en externe kosten en fiscale tekorten. Om de enorme schuldenberg van 4 miljard Amerikaanse dollar te herstructureren en te saneren, voorzitter, en om te werken naar duurzame welvaartsontwikkeling voor de Surinaamse samenleving, hebben we 3 trajecten ingezet. Het nationaal traject, het internationaal traject en het multinationaal traject. Deze zijn, het multilateraal traject.